Vandaag laat ik deze 6 verschillende kijkers allemaal verschillende lifehacks en bultex bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze hacks te bouwen en daarna zou ik ze moeten testen. We gaan voor 5000 likes. Dames en heren, welkom bij deze grote lifehack bouwhack challenge. Jullie zijn met z'n 6, jullie gaan vandaag leuke dingen bouwen. Als je niet iets leuk bouwt, dan ben ik enorm teleurgesteld. Vooral in jouw ratio, dus ik verwacht heel veel van jou vandaag. Jongens en dames, veel succes. Jullie krijgen 1 uur de tijd natuurlijk, zoals normaal. En dan gaan we gelijk beginnen bij... Bij jou, Vaspo. We beginnen bij jou. We zijn aangekomen in de map van Vaspo. En het is een erg plat stukje land met volgens mij een bunkertje of zo. Wat is dit? Ja, het is een hele coole bunker. En hij heet de Hacker Bunker. De Hacker Bunker. Hey, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Het is een rode, 2 verschillende kleurtjes op 1 sign. Staatsschijm. Wat? Ja, de hacker. Oh, staatsschijm. Gewoon één zieke hacker. Dat is de eerste lifehack. Je hebt gewoon 2 verschillende kleurtjes op 1 sign. Heel ziek. Hey, ik ga maar beginnen, denk ik. Hoe moet ik beginnen? Ja, zoek zelf maar uit. Nou, ik zoek het zelf uit. Helemaal prima. Hoe spannend. Oké, hacker bunker, jongens. We moeten dus, denk ik... inbreken in de bunker. Dat is ten eerste de eerste gedachte die ik heb. Er gebeurt van alles met redstone hier aan de andere kant van de muur. Laten we even kijken of we wat kunnen vinden in het gras. Ah, ik zie daar, hier beneden zie ik al uitgangen met dit en zo. Oké, maar ik denk niet dat ik hierheen moet. Dat ben ik eigenlijk wel zeker. Dus er is vast wel ergens een andere ingang. Hackerbunker. Kan ik niet gewoon op de bordjes klikken of zo? Oké, tot nu toe geen idee hoe ik binnen moet komen. En er is in het gras letterlijk niks te vinden. Geen knop, geen misschien onzichtbare blokken. Ik snap het niet! Er is niks op het oppervlakte hier. Hoe kom ik binnen? Hackerbunker. Moet ik naar binnen even hacken of zo? Is dat het? Is er een bepaalde manier hoe ik hier binnen kan komen? Oh! Ik viel door de grond, jongens! Zagen jullie dat? Ik viel letterlijk door de grond. Ik was gewoon aan het rondlopen met F5 en in één keer zakken we door de grond. Ik zie hier gelijk al dat hier een barrel zit. Met een barrier. Oké. Een barrier. Ik weet niet wat we ermee moeten, maar... Waarom... Jongens, dit was echt de raarste lifehack of iets ooit gewoon. Ik zakte letterlijk door het gras heen. Oké, we hebben een barrier. Kan ik die hier droppen? Oh, die kunnen we zeker hier droppen. Wacht even hoor. Misschien kunnen we hem daar opdroppen. Het is onzichtbaar glas. Ik snap niet hoe dit werkt. En de... Dit was letterlijk net nog een trap naar boven. Ik weet het 100% zeker. Het is daadwerkelijk een hackerbunker, dit, jongens. Er gebeuren zulke rare dingen in deze bunker. Oké, ik zie daar een papiertje. Die gaan we eruit halen. Zo. Dan moeten we naar coördinaten toe lopen. 2147. Dat is deze lijn. En dan min 96. Oh, we zakken hier door de grond. Huh? Hoe werkt dit? Hoe kan ik hier door de grond heen lopen? Dit is echt allemaal even heel bizar. Oké, een hendel. Dan gaat het licht uit. Dan gaan we naar boven. Dus zeker weer wat... we zijn in een hele andere kamer beland. We zijn letterlijk in een hele andere kamer ineens gebeurd. Echt zoveel. Oké, dan springen we hier naar beneden. Dat is denk ik de bedoeling. Dan komen we in een soort parcoursruimte. Oké, dit is heel cool. Dit is oprecht heel cool. Oh mijn god. Wat gebeurde er? Ik viel en ik zak weer door de grond. Het hele platform is ineens anders. Ik viel letterlijk dood. Toen teleporteerde ik hier naartoe. Vervolgens is de hele platform is aangepast. En... Oh, hallo? Ja, hallo. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, helemaal niks. De hele bunker is er nooit geweest. Ja, dat je bent dan niet Het één grote illusie was deze bunker. Het één grote mysterie. Het is één groot mysterie wat hier allemaal is gebeurd. Ja, dus enorm. Dus dit was gewoon één groot hersenspinsel voor mij. Ja, dit gaat zomaar gemaakt uit je brein of zo. Dit was het? Nou, er is niks. Maar verder was het, ja. Gast, wat een trip was dit, ouwe. Aan het begin snapte ik er gereed van. Toen viel ik door de grond. Er gebeurde er weer van alles. Niks, maar het was logisch in Minecraft, weet je. Niks klopte. Volgens kom ik hier en de bunker heeft nooit bestaan. Ja, in principe wel, ja. Wat een trip heb ik ervaren. Mm-hmm. Hey, ik vond het wel een hele leuke bunker. Welke bunker? Ja, welke bunker, inderdaad. Laten wij doorgaan naar een map waar daadwerkelijk wat gebouwd is. En zo zijn we aangekomen in de map van Char. En wat heb jij allemaal voorbereid voor vandaag? Nou, ik heb een huis gebouwd. En buiten in de tuin heb ik een aantal dingen gebouwd. En ik heb vooral heel veel... Buiten de tuin heb je zelfs? Oké. Ja, ik heb vooral heel veel bultex gebouwd. Bultex. En ik zie nu al gewoon van alles omheen. Gewoon echt alles is gevuld met bultex, inderdaad. Ja. Ga jij een beetje uitleggen hoe wat? Of? We beginnen in de woonkamer. En daar staat een piano. Hoe heb je dit gedaan? Nou, ik kan het wel even laten zien. Hieronder staan armor stats. Oh mijn god, wow! Met dragon heads erop.
Wow, ik kon ook gewoon niet uitvogelen uit mezelf wat dat was. Ik denk, wat zijn dat, die stipjes? Ja, dat zijn dus de neusjes. Oh. Dat is echt heel slim over nagedacht, dit. Dat het Dragon Heads zijn, dat je piano hebt. Dat is echt heel cool. Wow, oké. Cool. En dan, verder is deze kamer nog niet heel erg nuttig. Mm-hmm. Dit is gewoon een kast die je met wat... En veel inderdaad. Ja, dan kan je dat heel beter decoreren. Mm-hmm. Maar er zijn echt likes van die handvaatjes die je kan pakken natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ja, er staat eentje open en zo. Mm-hmm. Maakt je kast in je huis een stuk interessanter. Oké. Hier de klok. Spreekt voor zichzelf, denk ik. Ja, denk ik ook wel, ja. Nou ja, je kan tegenwoordig dus ook kaarsen op taart zetten. Leuk. Heel leuk, inderdaad. Deze is nieuw. Deze. Ja. Ik heb wel eens vaker een soort van gootsteen gezien, maar dit vind ik wel heel leuk. Je kan linksboven een glasbottle pakken en dan is aan jou de taak om te vullen. En vervolgens in de barrel te stoppen. Waar te vullen? Ja, te vullen. Succes. Wacht even. Hoe kan er water in zitten? Wacht even, en dan... Oké, vullen is nog wel even... Oh, shift misschien. Ja! Wow! Hoe kan er water in zitten? Ja. Dit is een minecart. Ja. Wil je zien? Ja, sure. Laat zien. Nou, daaronder zit een dispenser. Oh. En daar zit een emmer in met water. Ja. En die doet het water op de slab. Oh, en dan is het waterlocked op de slab. Juist. Wauw. Oké, dit is wederom heel origineel. Omdat op deze manier. Stop ik wel even terug. Ja. Zo. Heel leuk. Ja. Oké, gaan we naar de tuin. Gaan we naar buiten. Naar de tuin. Ik ben heel benieuwd. Het is hier ook mega groot. Ja, je kan in Minecraft natuurlijk heel veel dieren gewoon inspannen met spawn-eggs, maar er zijn ook een aantal dieren die er niet zijn. Zoals een grote bad-eend. Ja, ook bad-eendjes inderdaad, ja. Maar 5 was niet te klein voor de flamingo, dus... Oh, nou ja, weet je, bij de bad-eend is prima. Ook gewoon. Ik zie dat hij een pinguïn eend, of een pinguïn als vriend heeft. Hij heeft een pinguïn als vriend. Hij smelt misschien wel als hij hier te lang blijft staan. Dit is wel echt heel leuk. Hij smelt. Dat is een pinguïn. Beetje warm hier. dit is, de kleuren kloppen ook gewoon zo goed. Die voetjes en zo. En dit zijn zijn vinnetjes natuurlijk. Die zo aan de zijk. Het klopt allemaal gewoon zo goed. Ja. Oké, wat meer? Nou, hier is een slak. Een slak. Niet iedereen is natuurlijk even snel. Een slak ook gewoon. Ja, en, oh mijn god, dit vind ik leuk. Dit vind ik heel leuk. Dit is een vrachtautootje. Oh, dit is een soort speelgoedautootje. Ja. Wat? Oh mijn god, dit vind ik echt heel leuk. Dit vind ik echt, die ga ik gewoon inzitten zo. Dit is echt, wat zijn dit hieronder? Nou, dat zijn helpjes op armor stands. Wauw, heel lijp. En dan moet je met, hoe noem je dat? De pistons moet je dat erin duwen, zeker? Ja, of in dit geval met World Edit. Of met World Edit, dat kan ook natuurlijk. Dat is wel iets makkelijker. Heel leuk. Nou ja, even kijken. Dan zie je hier natuurlijk de poeltafel. Met poeltafeltje inderdaad. Stokjes erop. Nou ja, dat zijn natuurlijk gewoon signs die je eronder zit. En dan de laatste. Je kent natuurlijk deze trap, maar dit is natuurlijk vrij lang als je zo helemaal naar boven gaat. Dit ziet eruit als een doodnormale trap. Dat duurt wel even. Maar dan heb je dit, deze trap. Ja, dat gaat een stukje sneller. Wat? Hoe werkt dat serieus? Ja, probeer maar. Je moet precies in het midden staan. Precies in het midden, wacht. Wat? Sinds wanneer kan dit? Al heel lang. Het is alleen niet zo bekend. Oh mijn god, wat is dit? Dit is echt apart. Je bent letterlijk gewoon... Dit is echt gewoon, wat is het, 1, 2, 3, 4, 5 breed of zo? Ja, zoiets. En je bent binnen no time ben je boven. Ja, klopt. Dit is de snelste manier om naar boven te lopen. Dit is zo apart. Ik wist niet dat dit kon in Minecraft. Nee. Gast, ik ga nooit meer normale trappen. Ze zijn echt nergens voor nodig als je dit gewoon kan bouwen. Dit is zo smooth. Wordt wel heel veel villagers reden voor... Ja, die bellen die je moet hebben. Je moet heel veel taartjes eten. Want je moet ook de taartjes precies een paar keer gegeten hebben of zo. Precies. Want het is zeg maar, elk blokje is net één stapje verder, waardoor je... Eigenlijk gewoon de trap oploopt. Heel bizar dit. Heel leuk. Ja dat waren mijn lifehacks. Buildtex. Damn. Buildtex vooral inderdaad. Ja. Ik vond het heel leuk. Allemaal goede buildtex dit. Ik ben echt helemaal even van mijn apropos. Oh, mooi. Het was zo leuk dat we gewoon doorgaan naar de volgende. Zo, Anne. We zijn aangekomen in jouw lifehack buildtex wereldje. Ja, zeker. Leg eens uit. Ja, ik ben mijn goud verloren. Je bent jouw goud verloren? Ja, 6 stuks. En ik heb geen idee waar ze liggen. Dus als jij ze kan helpen zoeken, zou dat wel fijn zijn. Tuurlijk, daar ben ik hier voor, weet je. Ik help wel even met zoeken. Ja.
Weet je toevallig waar je het voor het laatst gezien hebt? Of? Nee, echt geen idee. Oké. Okay. Nou, het komt wel goed, weet je. In de tussentijd ga ik vast mooie build hacks zien en zo. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga het vinden. Dat gaan we regelen. Ga jij maar in je stoel hier gewoon... Is het denk ik een hangstoel? Ja, dat is mijn hangstoel. Nou, eerst de build hack, jongens. De hangstoel. Als ik een build hack halverwege mis, moet je het even zeggen, oké? Okay? Ja, is goed, is goed. Ik ga mijn best doen om ze allemaal te spotten. Ik zie hier al gelijk ten eerste een stambeeld. Gewoon die... Ik vind het hoofd vooral, vind ik heel leuk. Ik hoorde iets van Pufffish. Ik vind het hoofd vooral heel leuk. Dat is volgens mij gewoon zo'n observer. Of hoe heet dat ding? Is dat een observer? Is observer. Observer, ja. Dat is gewoon oprechte gezichtje. Hij heeft ook zelfs wenk... Hij lijkt een beetje op jou als jij boze wenkbrauwen hebt. Ja, precies. Referentie. Oké, laten we kijken. Ik zag hier al gelijk... Dit is ook heel leuk. Dit is een soort waterlelie, maar dan met kleur. Laten we eerst hier beneden kijken. Ik zag hier al een gat naar beneden. En dan zou ik vast wel... Oh mijn god, wat is dit? Wat is dit voor ruimte? Oh jongens, dit is een doolhof. En als ik één keer per ongeluk dacht, hier kan ik even luchthappen tussendoor. Of niet? Kijk, kunnen we luchthappen zonder dat we naar boven worden geschoten? Ik moet oppassen dat ik niet hierop terecht kom, want dan word ik naar boven gestuurd. En dan mag ik alles opnieuw proberen. Maar waar moet ik heen? Laten we hierheen proberen heen. Even kijken wat hier is. Hier is niks! Wat is... Oh, oppassen. Het is een heel uniek doolhof dit, jongens. Ik heb nog nooit een doolhof gehad onder water waar ik moet oppassen dat ik niet naar boven word gestuurd. Maar af en toe moet ik wel even heel voorzichtig luchthappen. Zo. Hier misschien? Is hier een goudblokje? Oh, hier gaat het wel ver. Oh. Oh. We gaan omhoog. We gaan weer... En nee! Oh, ik was zo blij dat ik dacht ik miste de kist. Oké, we hebben één gold ingot, jongens. En dan komen we uit bij de koeien. Hallo, meneer de koe. We hebben er eentje. Volgens mij missen er 6 of zo. Laten we eruit gaan weer. Dan hebben we hier een... Dit is sowieso... Ik haat dit echt. Ik wist het. Er zit een pufferfish onder, jongens. Ik wist het. Dat is zo irritant als mensen dat doen. Hé, dit is ook trouwens een coole bult. Dit is een soort... Gewoon letterlijk een ouderwets kruiwagentje. Met echt een wiel daadwerkelijk aan de voorkant. Oké, we gaan verder kijken. Wat hebben we allemaal hier? Hier is een trap naar beneden. Daar gaan we ook gewoon gelijk heen. Ik wil weten wat hier is voordat ik het huis in ga. Hier beneden. Oh god, waar gaan wij helemaal heen? Het gaat echt wel heel laag. Huh? Wat gebeurt er? De toetsenbord loopt vast. Wacht even. Oh nee. Wacht even. Mijn toetsenbord loopt vast, jongens. 2 seconden. Oké, hij doet het weer. En we hebben hier een gold ingot. Hoppakee, daar hebben we er al 2. Dan gaan we de boom in. Want ik weet 100% zeker dat er in de boom wat te vinden is. Maar dan moet ik wel... De boom in te kopen. Weet je, we gaan zo meteen de boom in. Dat lukt me niet. En dan moet ik weer... Ik ga erover proberen over de pufferfish heen te springen. Oh, zonder damage. Kijk jongens, ik ga jullie laten zien wat dit voor lifehack is. Hiermee kan je vrienden trollen. Wat zijn dit veel pufferfishjes? Want als je er eenmaal op staat, dan ga je ook gewoon... Je kan er letterlijk niet overheen lopen zonder dat je gewoon weggestuurd wordt. Oké, het huisje in. Laten we even kijken wat hier te vinden is. Ik zie sowieso een... Oh, de eerste die ik open is gelijk een gold ingot. Een vloer van barrels. Misschien dat we wel nog meer gold ingots vinden hier. Ja, nog eentje. Dat is al 4. Dan hebben we hier... Oh. Zijn dit... Wacht even. Dit moet ik even goed zien. Volgens mij is het idee dat hier... Wacht even. Kan je dit uitleggen? Wat deze live of build hack is? Het is eigenlijk gewoon een kastje. Oh, een kastje. Oh, maar dan met... Ah, met hele unieke laadjes. Ja, handvaten. Zeg maar... Oh, je pakt hem, zeg maar. Je trekt hem eruit, als het ware, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. Oh, ja, ik moest even denken hoe ik het voor me moest zien. Hé, je miste er 6, zei je trouwens, toch? Ja, 6. Oké, ik heb er al 5. Nou, helemaal top. Zo, dan gaan we kijken of we nog meer kunnen vinden. Sowieso in de boom, maar de boom op lukte me niet helemaal. Oké, wacht, ik ga eroverheen. Ja, zonder damage. Oké. De boom in, jongens. Mijn grootste uitdaging tot nu toe. Gaat het me lukken om de boom in te klimmen? Wacht trouwens. Ja, kijk, we zijn de boom in. Niks aan de hand. En dan op de boom vinden wij natuurlijk een... Helemaal niks. Ik had verwacht dat we hier een barrel zouden... Ben ik nou serieus voor niks de boom opgeklommen? Is er niks op de boom? Dat vind ik teleurstellend. Oh, dit is leuk trouwens, deze build hack hier, jongens. Je hebt op de popoenen hebben natuurlijk in het echt altijd zo'n groen steeltje bovenop hun hoofdje, weet je? Ik noem het even een hoofdje, dan is duidelijk genoeg. En dat doe je letterlijk met zeekomkommetjes erop plaatsen. Damn, heel leuk detail. Deze ga ik onthouden. Dit is serieus een heel simpel detail wat ik in mijn eigen dinges ook wel kan gebruiken. Maar, belangrijkste, waar is dat laatste blokje? Dat laatste blokje goud. Waar is die? Is die in het stambeeld? Misschien. In een hopper? Ja, in een hopper natuurlijk! Ik heb ze gevonden! Alle 6 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Ja, dankjewel. Heb ik build hacks gemist? Of? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Hè. Dit is zeg maar popoenetjes, waterlelietje, cool stambeeld, irritante pufferfishjes. Binnen leuke dingen. Ah, daar een leuke... Het zijn leuke build hacks zijn dit. Serieus. Ja, dankjewel. En pas goed op je goud, want voordat je het weer kwijtraakt. Ja, ik zal mijn best doen. En dan gaan wij door naar de volgende map.
Oké, we zijn aangekomen in het land van Like a Boss Bass. Alleen is er één verdrietig dingetje, jongens. Like a Boss Bass, zijn internet is eruit gevallen. Waardoor hij helaas niet meer aanwezig is en zijn gebouw niet af heeft kunnen maken. Hij was echt druk bezig met van alles zo te zien. Hij is er dus nu ook niet, want zijn internet was er dus uitgevallen. Dus ik ga even kijken wat hij allemaal van plan was. En dan moeten we deze beeld helaas markeren als... overleden. Maar dat kan gebeuren, weet je. Wat was hij helemaal van plan? Hij was hier een soort... wat is dit? Kikkertje of zo? Van plan weet ik niet. Ik weet niet precies wat het in moet houden, maar ik vind het grappig uitzien. Hier een lantaarnpaal. Dit design vind ik serieus heel leuk, hoe hij dit hier heeft gedaan. Hij wilde luchtballonnetjes bouwen, een soort van lampionnetjes die in de lucht hangen. Dat bedoel ik, denk ik. Een leuke lamp heeft hij hier gebouwd. Zo te zien heeft hij een mangrove log heeft hij gebruikt als vlees, omdat het natuurlijk gegaard is van buiten en dan rood van binnen. Dat heb ik ook wel eens eerder voor vlees gebruikt en dan... is dit een soort kampvuurtje. Heel leuk. Hier heeft hij een stoplicht gemaakt. En dat kan je dus blijkbaar met mangrove trapdoors... kan je een stoplicht maken door... met concrete erachter te plaatsen, dicht te doen. En omdat er een cirkeltje in het midden zit... lijkt het daadwerkelijk op een soort stoplicht. Heel leuk design. En dit is een soort... ik denk in een soort heks of zo. Hallo, heksje. En ik denk dat hij het hier allemaal in één grote map wilde stoppen... en een leuk verhaal erbij wilde... Oh, dit heeft me dus... hij heeft dus best wel meer gedaan, dit. Het teleporteert me al hierheen... En hier heeft hij dus al deze gezichten gemaakt. Oké. Ja, en helaas, omdat zijn internet eruit lag, heeft Like a Boss Bass niet veel meer kunnen doen dan dit. Dus reageer even in de reacties. Rip Boss Bass, je deed zo je best. Vind ik wel een goede reactie. En dan gaan wij snel door naar de volgende. Zo, we zijn aangekomen in de map van Julian. Julian, wat is de bedoeling? Wat gaan we doen? Dat is een map dat je eigen Minecraft skills gaat testen. En er zitten ook een paar build hacks in. Oké. Ik wou net zeggen, er moeten wel build hacks in zitten, hè? En live hacks. Oké, dus het gaat om mijn skills, gaat het hier? Ja, Minecraft. Dus ik zou gewoon hierheen kunnen springen en dan gewoon heel je parcours kunnen skippen? Bijvoorbeeld. Oké. Alleen dan zie ik dat ik hier al gelijk belemmerd word. Want hoort daar waar we niet te zitten. Wat? Besef ik dit hoort er niet te zitten. Nou, ik ga kijken of we het kunnen halen. Het was een test, hier. Ik heb heel je parcours geskipt. Ja. Wat vind je ervan? Ik had gehoopt dat je eigenlijk het parcours ging doen eerst, maar oké. Oké, dan laten we gelijk naar beneden gaan, kijken waar we terecht. Oh nee. Allemaal kisten. Wacht, moet ik hier überhaupt iets doen? Moet ik een trapdoor vinden? Man, ik moet een trapdoor vinden. Oké, jongens, en dat is waarschijnlijk de lifehack. Die ga ik hier... Nou, jullie kennen het waarschijnlijk al. Maar ik ga deze lifehack even goed aan jullie laten zien. Als ik de trapdoor kan vinden. Wat heb je veel spullen verstopt overal? Je moet out of the box denken, hè? Out of the box. Ja, misschien zit het wel helemaal niet verstopt hierin. En... bedoel je met out of the box dat het daadwerkelijk out of the box te vinden is? Oh! Hoeveel afleveringen heeft Wandert in Content Veen 2.0 gemaakt? Is dat een vraag die ik via deze manier moet beantwoorden? Of... nee, dat is de volgende vraag. Oh, dat is de volgende. Oké, dat is voor de volgende dinges. Out of the box denken. Ik kan misschien... wacht, ik ga gewoon even een beetje zoeken. Misschien vind ik wel iets. Alleen ik heb het gevoel dat ik niet moet zoeken, maar... gewoon op een hele bijzondere plek moet gaan kijken. Kijk, dat ik hier doorheen moet zakken of zo, weet je? Zoals dit. Misschien zijn de spullen helemaal niet nodig. Wacht even. Nu ben ik even de weg kwijt wat ik moet gaan doen. Je mag ook dingen hakken, want shit is survival. Dus... oh, ik mag dingen slopen! Ik mag dit bijvoorbeeld gewoon slopen. Ja. Oh joh, dat had je even moeten zeggen, weet ja, ik veel. Ja, dat had ik moeten zeggen, ja. Oh, en dan... En dan... weet ik het nog steeds niet, eerlijk gezegd. Dat betekent ook dat ik gewoon slaps kan slopen hier. Misschien, jongens, als ik hem dan nu hier plaats, zo... en mezelf dan omhoog duw... nee, dat doet niks. Misschien een slap erboven... misschien zo. Kijk, zo. Nee, wacht. En dan dit erboven. Ik moet door dit kleine gaatje heen zien te komen. Oh, maar hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik door dit gaatje heen komen? Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Misschien door middel van zo. Of nee, wacht. Ander idee. Zo, hier deze plaatsen. Dan hier deze. En dan dat hij me... oh, wacht eens even. Ja, we hebben hem. We hebben hem, jongens. Oké, we moesten dus blijkbaar moesten we de slab plaatsen. Daarboven een, hoe noem je het? Shulkerbox. En die duwde me plat naar beneden. We zijn in de nieuwe kamer. Hoeveel afleveringen heeft Valnet in Content Veen 2.0 gemaakt? Volgens mij 210. 175. 200. Volgens mij 210. Dus ik ga voor 200. Maar ik denk dat het 210 is, eerlijk gezegd. Maar we gaan voor 200. Oh! Het is goed, maar het is fout. Want ik weet dat het er 210 zijn. Oké, we zijn aangekomen in de nieuwe kamer. Oh, en dit is een bultekje. Dit is de eerste bultek. De andere waren, net als de lifehack, hoe je jezelf plat door een ding kan duwen met een slap en een shulkerbox. Dan weten jullie dat ook weer. En dit is de eerste bultek. Het is een zemi of een meeuw. Ik ben net ook op een lifehack van. Wat dan? Oh, dit. Je was zeker powdered snow 100. Yes.
Ah, kijk, dan krijg je geen fall damage, jongens, omdat het powdered snow is. Oké, wat moeten we doen? Laten we heel even kijken. We hebben hier een furnace. Er zit niks onder de kist. We mogen slopen, dus laten we dat ook gewoon gelijk doen. Ja, nee, hier niet. Pardon. Oh, hier mag ik niet slopen. Oké, dan is er vast wel wat anders. Kijk, er zal hier vast wel powdered snow ergens liggen waar ik doorheen kan zakken. Ja, kijk, hier kan ik doorheen zakken. We komen in een geheime ruimte uit en dan vallen we een heel stuk naar beneden. Daar komt hij. Bonk. Zijn we in een doolhof? Nee, niet in een doolhofplan. Moeten we craften of zo? Hier mag ik dingen slopen weer, inderdaad. Oké, laten we beginnen met wat hout slopen, want dan kunnen we waarschijnlijk een pickaxe maken zo. Ik moet denk ik dingen regelen. Kijk, hier. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Waarschijnlijk moet ik... Wat moet ik maken? Je moet uit deze kamer ontsnappen. Ik moet uit deze kamer ontsnappen. Oké, laten we dan gewoon even wat hout hakken. Dit is ook weer een kleine build hack hier. Een kaarsje op een endrot. Maar hoe gaan we uit deze kamer ontsnappen? Ik zie dat hier een gat naar beneden... Want hier ben ik volgens mij niet uitgekomen. Jawel, ben je wel uitgekomen. Hier ben ik uitgekomen. Moet ik dan hierheen? Met dit gat. Oh, nee. Daar ben je uitgekomen. Oh, deze, dit is de ontsnapping. Nee, dit. Nee, dat is niet de ontsnapping. Oh. Ik heb een tweede uitgang gemaakt, zeg. Ah, dat was net... Ah, oké. Okay. Laten we even kijken wat we allemaal kunnen doen, jongens. Ik ga sowieso een pickaxe maken even. Even steen hakken. Dan maken we een stenen pickaxe. Dan kunnen we ijzer hakken. Gaan we dat omsmelten. Oh, dan moeten we ook kool hakken, want dan kunnen we het omsmelten. Dus 1, 2 en 3. Hoppakee. Gaan we maken even wat nieuwe sticks. En dan maken we een ijzeren pickaxe. Kunnen we diamonds hakken. Dan maken we een diamond pickaxe. En ik weet niet wat ik met een diamond pickaxe moet, maar we maken hem maar gewoon. Hier, diamond pickaxe. Hebben we dat in ieder geval geregeld. Maar wat moet ik ermee doen? Is de grote vraag. Is er ergens obsidian of zo? Ik ga nog meer diamonds hakken, jongens. Kijk wat ik er allemaal mee kan. Misschien zit er wel iets verborgen hierachter of zo. En ook altijd natuurlijk. En hier zit niks. Hier maken we een diamond axe. Een diamond shovel. En dan zitten we wel prima. Hier, dan gaan we dit allemaal hakken. Ik ga gewoon alles hakken. Letterlijk elk blokje. En dan kijk ik wel of ik iets gevonden heb. Misschien dat ik dan snap wat ik moet doen. Want ik moet hieruit ontsnappen. Maar ik gok dat met misschien een soort lifehack iets moet of zo. Of een bepaalde... Hier, dit kan ik ook hakken. Doet niks. Hier onder de crafting tables misschien? Nee. Achter de enchantment dinges misschien? Nee. Achter de boekenkasten? Oh god, de boekenkasten sloop ik. Trouwens, ik hoor een nether portal. Of een... Zijn dat ender chests? Nee, dat zijn geen ender chests. Ik hoorde dat het een nether portal. Moet ik hier doorheen? Nee, je mag niet naar boven. Oh, ik mag niet naar boven. Oké. Mag ik wel muren gewoon slopen? Dat kan. Er zit overal bedrock achter. Oké, behalve hier. Maar dit is niks. Oh, er zit bedrock achter. Hier misschien. Dat ik hier bij de palen erin moet. Of zo. Nee, ook niet. Hè? Je moet daar een manier op obsidian komen om eruit te komen. Obsidian? Ja, door dit. Alleen moet ik zeker niet met een diamond pickaxe hakken dit. En dan krijg je obsidian. Nee. Huh? Of met een stenen pickaxe dit hakken? Krijg je dan het obsidian ervan? Nee. Hoe kom ik aan obsidian is de grote vraag. Een houten pickaxe dit hakken? Of niet met de pickaxe hakken? Is dat het? Als ik dit gewoon met mijn hand hak, krijg je dan obsidian eruit? Wel een hele lange manier om dit te hakken. We gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd wat ik krijg als ik dit met mijn hand hak. Wacht, dat is met een ender chest is dat het geval volgens mij. Volgens mij als je die hakt met niet een diamond pickaxe, krijg je volgens mij obsidian. Volgens mij was dat het geval. Met een ender chest. Ja, kijk, dat was het geval, jongens. We slopen ze allebei, hebben we genoeg obsidian. En dan moet ik waarschijnlijk via de nether moet ik ontsnappen, want ik kan ook een flint en steel maken. Want ik heb, daar was die gravel dan voor. Ah, kijk, jongens, dan maken we flint, zo. Dan maken we de portal, maken we even mooi hier, zo, dit plekje. Let op, hè. Zo, bonk, 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 bonk. Bonk, slopen we dit. En dan maken we de portal. Ik weet niet of het de bedoeling... Hij gaat niet aan! Dat is niet de bedoeling! Dat wordt wel aan te gaan, ik heb het zelf nog getest. Huh? Zullen we hem helemaal maken misschien? Hij doet het niet. Ik heb het zelf nog getest, maar hij gaat niet aan. Hij doet het niet. Ik vind het heel gek dit. Weet je, we doen wel even alsof je het... Ik sta nu in de nether portal en dat teleporteert mij op wonderbaarlijke manier naar... Oké, de ruimte waar ik heen moest. Hey, deze doet het wel. Oké, we zijn in een nieuwe ruimte aangekomen. Ik ga al mijn spulletjes even... Nechten. Oh, dit was het. We zijn klaar. We zijn ontsnapt. Ja, je bent ontsnapt. Oh, we zijn ontsnapt. Ik vond het leuk. Het was iets minder lifehacks en buildhacks, maar evengoed was het een hele leuke ontsnapping uit een bunkertje. Heb je nog wat te zeggen over je bouwwerk? Nee, ik vond het heel lelijk. En zo zijn we aangekomen in de allerlaatste map, namelijk die van Riccio. Jij bent altijd als laatste als we dit aan het doen zijn. Wat heb je voor me klaargezet? Ik heb eigenlijk zelf al geen idee. Het enige wat ik weet is dat ik mijn sleutel ben vergeten voor mijn voordeur. En achter deze voordeur... Ja, weet ik. Maar achter deze voordeur zit een heel mooie... Oeh, wat is dat? Ja, dat kom je later wel achter. Oké, prima. Ja, en ik ben mijn sleutel vergeten. Dat is het eigenlijk. Dus ik moet je sleutel zoeken en dan mag ik inbreken juist? Ja, in principe wel.
Oké. Nou, wacht jij hier, weet je? Dan gaan we samen... ik zoek je sleutel al, weet je? Wacht jij hier maar gewoon. Het zal vast niet toevallig hier... Oh. 1. En wacht, 2, 4, 9. Dat onthouden we, 2, 4, 9. Er zal vast niks achter dit schilderij hier zitten. Oh, er zit echt niks achter dit schilderij. Oké, wacht. 2, 4, 9, dat ga ik onthouden. Echt niks achter? Nee, er zit echt niks achter dit schilderij, jongens. Nee, helemaal niks. Oké, dan gaan we het huisje in hier. De achtertuin. En wat gaan wij hier vinden? Sowieso een barrel onder de boom, die leeg is. Sowieso een barrel onder deze boom, die leeg is. En een barrel onder deze boom, die niet leeg is. Trapopener. Trapopener. Als in... Is dit de sleutel van je huis, of... Ik ga het gewoon onthouden, even kijken. Is dit de sleutel? Hij heet trapopener. Nee. Nee, dat dacht ik al. Hij ziet er anders uit. Hij ziet er anders uit. Ik ga hem gewoon hier af en toe een beetje droppen in de hoop dat er iets gebeurt. Trapopener. Misschien opent het al iets. Het doet niks. Wacht even hoor. Oh. Oh. Jongens, wacht. Ik stopte wat hier in de kist en deed iets. Ik heb het volgens mij verpest omdat ik hem heel snel uithaalde. Op je redstone-systeem, dankjewel. Oh, ik moest hem in de kist doen, jongens. En toen ging de trap open. Oh mijn god, wacht, kan je hem even... Ik wil een uitlegje. Waar gaan we heen? Oké, nou, dit is zeg maar... Ja, dit is leuk. Oké, oh, een samurai-zwaard. Volgens mij heb ik deze wat eerder gezien. Of nee, deze heb ik nog niet gezien. Huh? Wauw, dit is serieus heel cool. Een samurai-zwaard. Deze vind ik oprecht heel lijp. Oh my, deze. En een... Wauw. Is dit... Wauw. Dit is cool. Dit is serieus ook. Dit zijn flesjes die ernaast staan, zeker? Ja. Flesjes water en dan dit is gewoon een soort... Waarom de mangrove blok? Als in... Ja, dat vind ik een goede vraag. Het ziet er mooi uit, daar komt het op neer. Het ziet er serieus heel leuk uit. Leuke bultek. Hier ook weer kastjes natuurlijk. Met die laadjes die je open kan trekken en zo. Leuke details erbovenop. En hier... Oh, en ik weet... Wat is dit? Dat is mijn robot. Dat is mijn... hoe noem je die dingen ook weer? Wat is het? Het lijkt wel een soort... Een krekel. Een krekel, ja. Ik vond het serieus te blijken. Ik wou het zeggen, het is een soort insect. Een krekel of zo lijkt het wel op. Of weet ik van wat. Oh, mijn ees. Wauw. Oké, en ik deed de volgorde. Dat heb ik namelijk hier gezien van de buttons die ik in moet drukken. Wacht, wat doet dit? Oh, dat fixt de trap weer. Ah, kijk, nu doet hij het. De volgorde was 2, 4, 9. Dat gaan we dan ook op die manier gewoon op de buttons klikken. Komt-ie? 2, 4, 9. Opent de deur natuurlijk. Hoppakee. Gaan we er doorheen voordat hij weer dicht... Oh, gaat niet dicht. Oh! Een hendel. En een iron door opener. Ik heb je sleutel gevonden. Ik wil even afscheid nemen van je krekel. Hoe heet je krekel? Krekelrobot heet hij. Krekelrobot. Ja, ik zou hem even een uniekere naam geven dan krekelrobot. Oh, robotkrekel. Robotkrekel, ja, dat bedoel ik. Hé, hey, ik heb je sleutel gevonden. Hier. Oh, ja. Oh, ja, top. Hé, hey, waar is je nou? Oh, hey, ja, top. Wacht. Gaan we samen naar binnen? Want ik wil wel zien wat er achter de deur zit nu. Ja, ik denk wel dat het zo handig is eigenlijk. Oeh, spannend. Oh. Huh? Het is geen hendel, dit. Oh, nee, dat is het. Wacht. Heb je daar zo echt verkeerd over nagedacht? Jij denkt, je kan met een tripwirehoek, kan je een deur openen? Nee, het kan gebeuren. Nee, dat gebeurt iedereen wel eens natuurlijk. Ja. Het is weer een hovercraft, hoe noem je het? Een vliegtuigje? Het is een vliegtuigje. Vliegtuigje? Oh, ja. Hoe kom ik erin? Ja, hoe kom ik erin? En dan ga ik denk ik in het midden hier staan. Nou, dan... je hoeft niet echt ergens te staan. Het maakt niet uit, maar je had hier, hier zeg maar de... Oh, wat is dit? Op de eerste observer. Oké, dat kan ik. Mag ik er weer op? Oh. Dankjewel. De eerste, maar wat is de eerste? De achterste. Deze? Ja. Oké, op de eerste observer. Daar gaan we. 1, 2. Op. Oh. Ah, nee! Hij gaat zonder mij. Wacht! Dit kan ik nog. Ja! Oh, ben in de... Nee, wacht! Ja! Oké, jongens, niks aan de hand. Niks aan de hand. We gaan met hem mee. Je kan hem ook naar achteren. Oh. Oké, dan gaan we. Zo. Nu sta ik soort van veilig, denk ik. Ja. Waar gaat hij helemaal heen? Ik heb geen idee. Ik vind het wel heel leuk. Het is gewoon echt een vliegtuigje. Ik kan hem ook naar achter sturen als het goed is. Naar achter sturen, hoe dan? Ja, wat niet doen? Nu stoppen we dan. Kan ik even... Oh, ja. Hij gaat weer terug. Oh mijn god, dat is serieus heel cool. Dat je hem ook gewoon terug kan sturen. Kan ik ook echt staan waar ik veilig sta? Of... Ja, ik sta soort van veilig op het moment. Dat is prima zo. Ik ga wel terug. En we zijn... aangekomen. Kijk eens aan. Nou, ik vond het leuk. Ja, dat is fijn. Ik vond het helemaal leuk. Ik vond het helemaal top. Weet je wat wij nu dan gaan doen, Richo? Ja.
Nou? De prijsuitreiking, als het goed de is. De prijsuitreiking, inderdaad. Dames en heren, jullie zijn 2-2. Het lijkt net 2 stelletjes. Dit vind ik heel schattig. Hoe heet het? Welkom bij de prijsuitreiking. We hebben 2 personen die er niet bij kunnen zijn. Dat zijn namelijk Lijke Bosbes en Vaspo. Nou, dan weten we natuurlijk de regel met al deze video's. En dat is... Kijk of jullie goed op hebben gelet. Laatste. Wat betekent dat? Laatste plek inderdaad goed zijn, omdat jij dat zei. Ga jij zelfs onder... Nee, grapjes. Nou. Oh. Wacht, ik ga eens even op de goede plek zetten. Oké, dan doen we op de laatste plek Vaspo. Want ik vond het zielig dat de Bosbes zijn internet eruit lag. Dus het is niet helemaal laatste plek. Ja, en wat gaan we dan doen? Wat gaan we dan doen? Kijk eens aan. Je hebt een fout gemaakt. Dat was een test dit. Oh, jemig. Oké, okay, jullie snappen het goed inmiddels. Als ik iets zeg, dan alles is een fout. Hey, je moet wel echt op ijs staan, jij. Alles wat ik zeg kan een valstrik zijn. Alles wat ik zeg kan een valstrik zijn. Op welke plek gaan jullie eindigen? Voor de kijkers thuis, jongens, de prijsuitreiking slaat echt altijd nergens op. Het is altijd gebaseerd op onzin. Zo erg onzin. Dat jij op goud gaat staan, dat je gouden kroon op hebt. Pas wel bij je gouden ding. Oké, derde plek vind ik prima. Oké, okay, wat gaan we doen? Je zou kunnen zeggen, omdat Char een blauwe outfit heeft, dat ze dan... Rissi heeft al 2 keer gewonnen. En jij hebt al 2 keer gewonnen. Maar ik vond oprecht, jouw lifehacks vond ik denk ik, of bulthacks vond ik denk ik gewoon echt het leukst. Dus dan word je 2e en dan wordt Rissi jouw 1e. Rissi had gefeliciteerd. Oh, bedankt. Nee jongens, ze waren allemaal even leuk en de prijsuitreiking slaat zoals gewoonlijk helemaal nergens op. ik vond het leuk, ik vond het heel leuk. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ben je het nou niet eens met de prijsuitreiking? Dan heb je pech! Want de prijsuitreiking slaat altijd nergens op. Laat even weten in de reacties welke jij het leukst vond. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video waarin er van alles gebeurt. Zeker even een aanraad, het gaat over focus erin. Goeie video om te kijken. En nu spreek ik later, glaasje water, tot 4 flesje bier, tot de volgende keer.